Het is weer tijd voor de maaltijdsalades. En vandaag maken we dus een lekkere maaltijdsalade met kip en geitenkaas. En daar heb je voor nodig bietentortilla's, kippendijfiletblokjes, rucola, botersla, een limoen, wat mosterd en een saladetopper met rode biet en geitenkaasbolletjes. Misschien denk je wel van, oh, dat klinkt echt als iets voor mij. Dan wil je natuurlijk met me meekoken en dan heb je wel de boodschappenlijst nodig. Die kun je terugvinden op de site en op de app. Daar kun je hem uitprinten en meenemen naar de winkel. En ook heel handig, je kunt ook nog eens online bestellen. Hoef je alleen nog maar met me mee te koken. Kost je een half uurtje. Helemaal niet lang en dan hebben we een heel lekker gerecht. Wat we vandaag gaan doen, we gaan een maaltijdsalade maken. En we gaan niet gewoon salade in een kom doen en daar wat ingrediënten bij gooien. Nee, we maken er echt iets spectaculairs van. We gaan bietentortilla gebruiken om een soort kuipje te maken, een soort bakje waar we de salade in serveren. Dus dat is hartstikke leuk. En eroverheen doen we deze saladetopper. En daar zit in biet en daar zit in geitenkaas en rode appel en peterselie. Dat gaat er lekker aan het einde zo overheen. En wat zo handig is, het is precies genoeg voor 4 personen. Vaak moet je al die ingrediënten loskopen en heb je er maar een klein beetje van nodig. De rest eindigt dan in de koelkast en dan weet je eigenlijk niet meer wat je ermee aan moet. Dat is vandaag lekker niet zo. We hebben het al kant en klaar precies geportioneerd. Nou, ik vertelde het al, we gaan bakjes maken met bietentortilla's. En die gaan we maken in een oven. Ik heb de oven al op 200 graden voorverwarmd, dus doe dat ook nog even, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Die bakjes, die gaan we op een hele leuke manier maken. En daar heb je voor nodig een bakplaat. En 4 kommetjes, het liefst in dezelfde grootte. Ik heb hier gewoon van die yoghurtbakjes, die zijn prima. Wat je ook nodig hebt, is een klein bakje met een kwastje en wat olijfolie. Ik gebruik vandaag extra vierge olijfolie. Die hebben we nodig omdat we de onderkant van de bietentortilla moeten inkwasten met wat olie. Zodat die ook niet aan het bakje plakt. En die bietentortilla's, daar zitten er wel 5 in. Daar hebben we er maar 4 van nodig, want ik kook vandaag voor 4 personen. Maar hou er gewoon eentje over en serveer die morgen gewoon voor de lunch. En misschien kun je net zo doen zoals ik dat thuis doe. Ik heb thuis een dochter en die dochter die is bijna 10. En die dochter is zoals alle kinderen niet de allermakkelijkste met groenten. Soms gaat het supergoed en soms ook minder. Maar ze houdt heel erg van wraps mee naar school. En als je dan zo'n bietentortilla meegeeft in plaats van een gewone tortilla of een wrap, hebben ze gewoon weer stiekem toch wat meer groente gehad. Dus die tip zou ik lekker houden. Even kijken. Ik heb hier dus eentje over. Die gaat eventjes in wat folie. Want ik gooi net het papiertje weg, bedenk ik me. Dus we doen het gewoon even zo. Rollen we hem op. Kan die in de koeling. Olijfolie in een klein kommetje. En met die kwast smeren we de onderkant van de bietentortilla's in. Zorg namelijk voor een vetlaagje, waardoor de bietentortilla niet aan het bakje blijft plakken. En het is zo leuk, zo meteen door de hitte van de oven vormt de bietentortilla zich naar de vorm van het bakje. En als je hem dan weer laat afkoelen, dan wordt hij hard. En heb je dus een hele leuke serveerschaal, waar die salade lekker in kan. Misschien ook nog een klein beetje de bakjes invetten. Kijk maar eventjes. Je denkt dat dat nodig is. Ik doe het even voor de zekerheid, want niks zo zonde als ze straks vastplakken en we ze er niet meer uit krijgen. Zo. Dan leg je de bietentortilla's in de bakjes met de vette kant, zeg maar, naar de onderkant. En dan druk je ze er als het ware zo in. Dan kun je ze nog een klein beetje meevormen met het bakje. En dit gaat dus straks uitharden in de oven. En dat worden dan de kommetjes. Superleuk. En hoe makkelijk.
En ik doe dit vandaag voor een salade. Maar je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk met heel veel gerechten heel leuk is. Ik kook zelf bijvoorbeeld heel graag Mexicaans thuis. Je kunt natuurlijk ook gewone tortilla's in deze vorm bakken. En dan je gehakt en je bonen en je groenten hierin serveren. Dan heb je zo'n soort bol, zo'n Mexicaanse bol. Dat is toch weer eens wat anders dan gewoon het ouderwetse oprollen, wat we natuurlijk allemaal zo vaak hebben gedaan. Dan gaan die bakjes in de oven, die dus op 200 graden staat. Check even of dat bij jou thuis ook zo is. En daar moeten ze dan 8 minuten in. Dan gaan we verder met de dressing. Daar heb ik dus mosterd voor, rucola en een limoen. En die limoen, daar gaan we zowel de rasp als het sap van gebruiken. Dus we moeten hem wel eventjes goed afboenen onder de kraan. En je voelt het ook, als je hem goed boent, dan voel je dat er een soort waslaagje op zit. En dat waslaagje, dat wordt eigenlijk op alle citrusvruchten gespoten altijd. Dat is een beetje ter bescherming, want ze worden natuurlijk in kisten vervoerd. Maar dat moet je er wel altijd even afwassen. Gewoon onder de kraan krijg je dat heel goed voor elkaar. En dan gaan we die zo meteen gebruiken. Maar ik heb hier dus eerst een lekkere grote zak met rucola. En daar gaan we nu een deel van gebruiken voor de dressing. En de rest gaan we straks in de salade verwerken. Gebruik ik ongeveer 1/3 voor de dressing. Deze gebruiken we straks dus om de salade mee af te maken. Ik heb hier zo'n bakje van de staafmixer. En die gaat de dressing voor mij maken. Maar ik wil die rucola wel alvast een klein beetje fijn hakken. Dan pakt het bakje zo meteen wat makkelijker. Misschien heb jij thuis wel gewoon een keukenmachine op je aanrecht staan. En dan kun je het er natuurlijk gewoon ingooien. Maar die bakjes met zo'n staafmixer, dat heeft altijd een klein beetje hulp nodig. Dus dat doe ik ook eventjes. Dan gaat de rucola in het bakje. Die komt je al meteen tegemoet, hè? Rucola heeft een beetje een soort nootachtige, pittige smaak. En ik ruik hem al. Ik heb hem nog niet eens geproefd, maar ik ruik echt zo'n soort scherpe geur. En dat is natuurlijk echt die rucola die straks heel veel bite aan die dressing gaat geven. Dan heb ik hier gladde mosterd en daar gebruik ik 1 theelepel van. Die gaat er ook bij. De mosterd die kan straks, of die kan weer terug in de koeling, dus voor een andere keer. Ik heb olijfolie, 5 eetlepels nodig. Ik doe dat even op gevoel, maar pak anders een eetlepel erbij. 1, 2, 3, 4, 5. En dan heb ik hier natuurlijk nog die lekkere frisse limoen. En ik vertelde het al, daar gaan we zowel de rasp als het sap van gebruiken. En de rasp kun je natuurlijk het makkelijkst met een handrasp eraf krijgen. En je ziet het, deze limoen die is lichtgroen. Ik zie vaak dat mensen geneigd zijn om in de winkel die hele felle groene te pakken. Want die zien er natuurlijk het allermooiste uit. Maar die zijn dus nog niet helemaal rijp. Als ze wat lichter van kleur zijn, bijna tegen het gele aanzitten, dan zijn ze op z'n lekkerst. Dus laat je niet verleiden om die fris groene te pakken. Of die moet je nog even een tijdje in de fruitschaal leggen, kan natuurlijk ook. Maar als je hem dezelfde dag wil gebruiken, pak dan eventjes diegene die er gewoon net even ietsjes minder mooi uitzien. Het is echt lekkerder. Het is natuurlijk een hele lekkere frisse geur. Toch weer anders dan citroenrasp. Citroen is wat bitterder, vind ik. En limoen is wat frisser. Ik ben zelf echt dol op limoen. Ik vind zowel de rasp als het sap heel erg lekker. En om er meer sap uit te krijgen, kun je het beste eventjes met je hand over de plank heen rollen. Dan komt het vruchtvlees een beetje los van het schilletje. En als je dan gaat persen, dan krijg je er gewoon meer sap uit. Ik begin even met een halve limoen, want ik wil wel even kijken hoe de smaak zo meteen is. En als er meer nog nodig is, dan pers ik de rest erbij. Maar te veel zuur krijg je niet meer weg. Maar als het te weinig is, kun je altijd nog wat toevoegen. Dus pas altijd op met zure ingrediënten. Doe dat pas als je zeker weet dat dat moet.
Nou, dan gaat er natuurlijk ook nog wat zout en peper doorheen. En hetzelfde geldt voor zout en peper. Begin rustig en als er meer voor nodig is, kun je natuurlijk altijd nog later wat toevoegen. Dus dan ga je gewoon even proeven en dan maak je hem helemaal naar jouw smaak. Deze malen we even fijn in de keukenmachine en dan denk je dus misschien bijna pesto, maar we gaan hem ook nog verdunnen met water, als dat nodig is. Eerst gaan we hem eens even fijn malen. Ga ik hem natuurlijk even proeven. Kijk hoe leuk. Het is gewoon een heel ander soort dressing dan dat je gewend bent. Ik ga hem natuurlijk even proeven, kijken of alle smaken erin zitten. Ja, ik ga een halve limoen toevoegen, want ik vind het echt zuur genoeg. En qua zout en peper is hij eigenlijk helemaal goed. Dus we laten het lekker zo. En dan moet jij maar thuis even kijken. Ik vind dit op zich vloeibaar genoeg voor een dressing. Dus ik ga hem niet meer verdunnen met water. Maar misschien heb jij thuis net eventjes ietsjes meer rucola gebruikt. En denk je van, hier krijg ik niet gemengd met mijn sla. Dan moet je gewoon een beetje koud water uit de kraan er doorheen doen. En dan is het straks een heerlijke dressing. Die zetten we nu even opzij. En dan gaan we verder met het bakken van de kip. Want we gingen een salade maken met kip. En natuurlijk met de saladetopper. De kip bak ik in een grote wok op hoog vuur. Er gaat wat olie in. Gebruik ik nu wat olijfolie om in te bakken. We gaan op hoog vuur bakken en olijfolie kun je in bakken. Maar niet als je echt op hoog vuur doet. Dan doe je dat altijd in olijfolie die wat milder is. Dan heb ik je kippendijfiletblokjes. Die zijn al gesneden. Maar het is geen kipfilet, maar kippendijfilet. En die is natuurlijk heel wat malser. Je ziet het ook. Hè? Er zit behoorlijk wat meer vet bij. Dat bak je ook voor een deel er wel uit. Maar juist dat vet zorgt voor die lekkere, smeuïge kip. Olie moet nog even goed heet worden. Dus dan kijk ik even hoe het bij de bakjes gaat. Ja, ja. Die zijn bijna bruin, dus goed. Betekent dat ze lekker geroosterd zijn. Kijk eens hoe leuk dat eruit ziet. Je voelt het, ze zijn nu al ietsjes harder, maar nog steeds een beetje slap. Maar dat gebeurt door het afkoelen, gaan ze uitharden. Dus laat het gewoon even rustig staan in het bakje. En voor je het weet heb je straks onwijs leuke kommetjes. Terug naar de kip. De kip gaan we bakken in de hete olie. Die is inmiddels goed heet geworden. Gaan we die eventjes rustig laten bakken. Laat hem gewoon eerst eventjes gewoon met rust. En pas als het eerste krokante laagje ontstaan is, dan schep je hem om en ga je door naar de andere kant. Blijf even goed roerbakken. Laat de bakjes lekker afkoelen. En het is natuurlijk weer echt tijd aan het worden voor maaltijdsalades. Maar er zijn zoveel soorten sla. Vandaag gebruik ik rucola en botersla. Maar ik kan me voorstellen dat je soms even niet weet voor welke slasoort je moet kiezen. Gelukkig weet onze grote vriend Ton Verhaar er meer van. Als maaltijdsalades, als side dish of op je broodje. Sla kan op verschillende manieren gebruikt worden. Chefkok Ton geeft vandaag wat meer uitleg over de verschillende soorten. Dus sla je slaatje uit, zou ik zeggen. Nou, sla is eigenlijk in de keuken je beste vriend, hè? Een van de eerste die ik me kan herinneren is deze. Tegenwoordig heet dat botersla, vroeger heet dat gewoon kropsla. En de naam botersla komt eigenlijk vanwege de kleur, hè? Dus als je hier binnenin kijkt, dan zie je een beetje die boterachtige, die gele kleur. En eigenlijk is die heel makkelijk om schoon te maken. Want hier wordt bij elkaar gehouden en als je gewoon je mesje zo pakt en je snijdt zo een rondje, dan heb je eigenlijk deze er al uit. En dan valt die eigenlijk voor de rest uit elkaar en dan kun je hem zo in het water laten vallen. Nou, een slade die een stuk makkelijker is wat dat betreft is zeg maar de ijsbergsla. Dat is deze vriend. Dat is een hele stevige sla, is altijd lekker knapperig en die kun je gewoon snijden. Dit moet je voorzichtig behandelen, weet je. Dat moet je plukken, dan moet je misschien die nerf zo wel uithalen. En dit kun je gewoon snijden. En als je zegt van goh, ik hou van hele grove sla, dan snij je hem gewoon zo en dan doe je een keer zo. Dat kan er allemaal mee. Hè? Je kunt ook als je zegt van ik vind reepjes zelfs nog lastig, dan kan het mes nog een keer zo er doorheen.
dan heb je gewoon, ja, gewoon prima fijn gesneden sla. We hebben deze heerlijke sla nog, de rucola, zoals iedereen het kent. We noemen het ook wel raketsla, een pittige sla, een beetje nootachtige smaak. Waar die ook heel goed voor te gebruiken is als je een pizza hebt gebakken. Dan als de pizza uit de oven komt, deze eroverheen strooien. En dan deze, de veldsla. Toen veldsla eigenlijk begon, waren het grote bladeren. Toen werden het ook ezelsoren genoemd. Eigenlijk dit stukje, dat worteluiteinde, dat is eigenlijk al zo mals dat je dat prima op kunt eten. Dan hebben we deze nog en dat is de gemengde sla. Er zit eigenlijk van alles door elkaar. Fransen noemen dat vaak mesclun. Het zijn vaak verschillende soorten bladsla. En er zit eikenblad in en bijvoorbeeld dit red chard, dat is een soort bietenblad. Daar kan spinazie doorheen zitten, dus hier kan van alles door zitten. Genoeg keus, dus sla je slag en ga lekker aan de gang met deze groenten. En deze sla is de lievelings van chef-kok Tom. En wat ik nou zelf het allerlekkerste vind met sla, is eigenlijk met deze, met die botersla. En daar een soepje van maken. Gewoon die sla zachtjes stoven in wat roomboter. Kippenbouillon erbij. Dan lekker een klein beetje room. Staafmix erin. Dan krijg je hele mooie lichtgroene zomerse soep. Dan een garnituur van gerookte zalm, wat augurkjes, een beetje dillen. Oh, zo lekker smullen. Een stukje stokbrood erbij, een glaasje witte wijn, mag je mij s'nachts van wakker maken. En hoeveel soorten sla bestaan er inmiddels al wel niet? Heel erg lekker, want ik ben zelf dol op sla. Dus ik vind het alleen maar iets wat heel goed is. De kip is natuurlijk nog lekker aan het bakken, die heeft nog wel even nodig hoor. Dus laat hem gewoon rustig eventjes gaan. Je kunt hem zo meteen op smaak brengen met zout en peper, maar wacht daar eventjes mee totdat hij goed gebakken is. Als je nu al zout en peper gaat toevoegen, dan trekt dat vaak een beetje in het vlees. Daar wordt het alleen maar droger van. En je wil dat natuurlijk pas toevoegen als er echt een soort beschermlaagje om die kip heen zit. En daarvoor moet hij gewoon krokant bakken. Dus laat dat gewoon eventjes nog gewoon met rust. Gaan we even verder met de salade. Die ga ik wel mengen in een grote kom, maar straks natuurlijk in onze onwijs gezellige bakjes doen. En we hebben dus vandaag zowel botersla als rucola. Die hebben we natuurlijk nog over van de dressing. Dus die gaat in de grote kom. En botersla is eigenlijk gewoon kropsla. Super lekker vind ik dat. Als ik heel eerlijk ben, eigenlijk is botersla mijn lievelingssla. Ik vind kropsla gewoon die lekkere, romige, mooie, gladde blaadjes. En ze hebben gewoon een echte slasmaak. En dan ook nog eens gewoon op de oud-Hollandse manier gemaakt. Met een eitje en wat tomaat en gewoon een beetje simpele dressing. Dat doe ik dus eigenlijk heel vaak thuis. Nou, vandaag maak ik mijn maaltijd salade, dus we gaan hem wel een beetje opleuken. Ik meng hem even met mijn handen. Dat is gewoon een dingetje wat ik heb overgehouden van een cateringbedrijf hebben. Natuurlijk moet je wel met schone handen werken, maar kan je voorstellen, dan sta je met die enorme grote bakken die je voor heel veel mensen moet maken. En dan werk je gewoon met schone handen of met plastic handschoentjes en dan werk je dus heel vaak met je handen. Deze is goed gemengd. Weer even terug naar de kip. Die begint langzaam lekker bruin te kleuren. Gaan we die op smaak brengen met wat zout en peper. Weer even goed doorroeren. Laat ik hem nog even lekker doorbakken. Ga ik eens even kijken hoe het met de bakjes gaat. Ja, die zijn mooi aan het uitharden. Dat is natuurlijk superleuk. Dus wat ik nu ga doen, ik begin even met het op smaak brengen van de salade met de dressing. Heel klein beetje, niet alles. De rest ga ik er uiteindelijk overheen doen. Maar gewoon om hem eventjes te mengen, want misschien ken je het wel, dan heb je een lekkere salade gemaakt. En dan gaat die dressing daar overheen en dan zit je te eten en dan eet je eigenlijk de dressing eraf. En dan kom je onderop en dan heb je nog droge sla. Een heel klein beetje aanmaken met wat van de dressing. En dan kan je de rest strakjes eroverheen scheppen. Even goed doorroeren. En het is voor mij een beetje een inkopper. Maar ik wil het je toch even meegeven.
Gooi die dressing alsjeblieft nooit te vroeg over de salade heen. Want dan wordt die sla zo verschrikkelijk slap. Dus dit doe je echt vlak voordat je gaat eten. Want dan is het een lekkere, knapperige salade en niet een soort klefzootje. Halen we deze even opzij. Gaan we even wat ruimte maken om de bakjes neer te zetten. De kip gaat volgens mij hartstikke goed. Kijk, die krijgt nu dat lekkere, knapperige korstje. Heerlijk. En wie houdt er nou niet van knapperige kip? Nou, ik ken niemand hoor. Echt heel lekker. En dat knappertje krijg je natuurlijk ook door dat vet voor elkaar. Hè? Die vetrandjes die we net al hebben laten zien, die zorgen ervoor dat die kip zo mooi krokant bakt. Het vuur kan uit onder de kip. Dan ga ik de saladebakjes neerzetten. En kijk eens even. Hoor je het? Klop, klop, klop. Mooi hard geworden. Perfect om de salade in te serveren. Tadaa, we hebben er 4. Deze, die kunnen naar achter. Die kunnen de afwas in. Wat ik wel vast doe, is even een bord pakken waar ik de salade zo meteen op kan serveren. Dan staat dat maar vast klaar. Ik heb hier de saladetopper. Biet, geitenkaas, rode appel. Dat is natuurlijk super lekker. En peterselie. Er zit ook een zakje in met geitenkaas. Die geitenkaas hebben ze natuurlijk wel in een apart zakje gedaan. Want als je die zou mengen, dan krijg je roze geitenkaas. Ziet er toch net even wat minder smakelijk uit. Dus die moeten we ook nog even openknippen. De saladetopper meng ik door de sla. En dat doe ik dus echt op het allerlaatst, zodat we echt zo knapperig mogelijke salade krijgen. Hop, stukje biet weer terug. En dat kleurt zo mooi, hè? Dat biet, die biet met die groene salade. Heel klein beetje mengen zo. Dan gaat de sla in de bakjes. Lekker zo vol mogelijk. En als het nou niet allemaal past, dan kun je natuurlijk ook altijd nog een beetje sla gewoon op tafel zetten. Hè? Doe je dat gewoon in een mooie kom. Zo, nog even wat kleur. Hup, terug erin. En dat verdeel je dan over de 4 bakjes. Het is ook eigenlijk wel een heel leuk gerecht, bedenk ik me nu, om te maken als je misschien eters hebt. Misschien zelfs als je vriendinnen over de vloer hebt, want god, ik heb er zoveel die altijd heel erg aan de lijn denken. En die dan eigenlijk gewoon licht willen eten. En met dit soort dingen maak je ze natuurlijk hartstikke blij. Want wat het leuke ervan is, is dat je wel feestelijk eet, maar toch lekker weinig calorieën binnenkrijgt. Hoe fijn. Laatste restjes biet. Hier nog een klein beetje kleur overheen. Nou, volgens mij ziet het er super gezellig uit. Dan hebben we natuurlijk nog de kip. Die moet er ook nog over verdeeld worden. Kip scheppen we zo lekker uit de pan. Die is nog een beetje warm. Vind ik zelf altijd wel heel lekker. Een beetje lauwwarme kip. Even een beetje die olie opzij houden. Dit is natuurlijk een echt mooi weergerecht. Maar we hebben dus inmiddels al bijna 85 recepten op de site staan. En misschien denk je wel van, ik heb helemaal geen zin in een salade. Geef mij maar iets waar ik echt op kan knauwen.
ga eens naar die site toe. Want op die site staat zoveel leuke inspiratie. Wat ik eigenlijk altijd probeer te doen, is gerechten te bedenken die iedereen kent, maar dan een leuke twist eraan hebben. Dus wie weet zit er wat tussen wat je echt denkt van, ah, dat is echt heel leuk voor het weekend of voor welke dag dan ook. Maar er staan er in ieder geval een heleboel op. En die heb ik niet voor niks lopen maken. Dus ga eens kijken. En voor hetzelfde geld denk je bij deze, oh, dit is ook echt iets voor mij. Nou, dan heb je er in ieder geval één op je repertoire. Want de meeste mensen kennen nou gemiddeld zo'n 10 recepten die ze week na week herhalen. En die site staat zo vol met inspiratie. Juist om je gewoon een beetje te helpen bij die vraag die iedereen elke dag weer aan iedereen stelt. Namelijk, wat eten we vanavond? Nou, hoppatee. Op die site staat een heleboel inspiratie. Heel erg leuk. Heb ik het nou eerlijk verdeeld? Ja, soort van. Ik zal zelf die nemen met de kleinste hoeveelheid geitenkaas. Dan heb ik natuurlijk nog wat dressing over. Maar ik doe er zo leuk 1 op een bordje. En ik had beloofd dat ik er nog wat dressing overheen zou sprenkelen. Kijk even, als je dat er zo overheen doet, heb je nog een beetje kleur. Nou, wat ook altijd in restaurants leuk is, hè? Een beetje groen eromheen. Ik heb toch over. Zo. Kijk eens even hoe lekker dat eruit ziet. Nou, het is een echt feestje. En toch hartstikke licht en hartstikke goed voor je. Is hij bij jou nou net zo leuk geworden? Maak er een foto van. Post hem op social media. Vergeet alleen niet de hashtag wat eten we erbij. Want zo kan ik natuurlijk wel zien wat je gepost hebt.